Broeder, heb geduld met de kader van Allah. Wat je niet krijgt, zul je nooit hebben gehad. Weet dat alles in dit leven geschreven staat. Hoe goed of slecht ook het leven gaat. Alles staat voorgeschreven, de schriften zijn gedroogd en de pennen zijn geheven. Wat je niet overkwam zal nooit aan je voorbij gaan. Jouw voorzieningen en de lengte van jouw leven. Of je gelukkig zal worden of een ellendeling. Of je het paradijs binnen gaat of Jehennem in. Maar je hebt een eigen wil, dus sla de juiste weg in. Weet dat het gebed een connectie met je schepper is. Vraag Allah, de genadige, om ons te vergeven. En om ons de hoogste rangen in het paradijs te geven. Volgens de leiding leven is de grootste. De zegen op de laatste dag zullen we ons eindbestemming weten. Broeder, heb geduld met de kader van Allah. Wat je niet krijgt, zul je nooit hebben gehad. Weet dat alles in dit leven geschreven staat. Of goed of slecht ook het leven gaat. Broeder, heb geduld met de kader van Allah. Wat je niet krijgt, zul je nooit hebben gehad. Weet dat alles in dit leven geschreven staat. Of goed of slecht ook het leven gaat. Wees geduldig, leer van Surat al-Asr. Nodig mensen uit naar dit pad, nodig uit naar Sabr. Moeilijke tijden komen hand in hand met gemak. Zonder duister is geen licht, zonder nacht is geen dag. Leer van lessen van vandaag en gisteren. Wees een gedreven student. Vertrouw op Allah, de Alwijze. Alles heeft een reden, al is het niet altijd te begrijpen voor jij en ik. Ons brein kan er niet bij. Wat slecht in jouw ogen lijkt, hoeft niet zo te zijn. En wat jou heeft gemist, kwam toch nooit op jouw pad. En zeg geen als, want het opent deuren voor shaitan. Je leeft deze dunya voor even, het is je gegeven. Je leven is niet voor altijd. Vraag aan Allah om een zegen, vraag hem om vergeving. Hij geeft je kracht in deze tijd. Jij bent hier op reis en de tijd gaat voorbij. Ben jij voorbereid voor het eeuwig verblijf? Je dacht dat je daden gaan spreken. Er zijn maar twee wegen, de hel of het paradijs. Je leeft deze dunya voor even, het is je gegeven. Je leven is niet voor altijd. Vraag aan Allah om een zegen, vraag hem om vergeving. Hij geeft je kracht in deze tijd. Jij bent hier op reis en de tijd gaat voorbij. Ben jij voorbereid voor het eeuwig verblijf? Je dacht dat je daden gaan spreken. Er zijn maar twee wegen, de hel of het paradijs. Broeder, heb geduld met de kader van Allah. Wat je niet krijgt, zul je nooit hebben gehad. Weet dat alles in dit leven geschreven staat. Of goed of slecht ook het leven gaat. Broeder, heb geduld met de kader van Allah. Wat je niet krijgt, zul je nooit hebben gehad. Weet dat alles in dit leven geschreven staat. Of goed of slecht ook het leven gaat. De profeet, vrede zij met hem, zei: weet dat als de gehele gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen, behalve als Allah dit voor jou heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zullen daarin niet slagen, behalve als Allah dit voor jou heeft voorgeschreven. De pennen zijn opgeheven en de geschriften zijn opgedroogd. Je leeft deze dunya voor even, het is je gegeven. Je leven is niet voor altijd. Vraag aan Allah om een zegen, vraag hem om vergeving. Hij geeft je kracht in deze tijd. Jij bent hier op reis en de tijd gaat voorbij. Ben jij voorbereid voor het eeuwig verblijf? De dag dat je daden gaan spreken. Er zijn maar twee wegen, de hel of het paradijs.